Ja, dames en heren, we lagen er een weekje tussenuit, want we moesten op pad naar de E3. Maar we komen weer terug met Gamersnet Gear en we komen meteen terug met een klapper van je welste. Het is namelijk zo dat PlayStation tegenwoordig ook een soort van pro-controllers heeft, net zoals de Xbox. En die zijn er voornamelijk van Nacon en van Razer. Er waren twee opties en we hebben die Nacon al een keer eerder behandeld. Ja. Maar onze PlayStation-man Daniel is nu ook aan de gang gegaan met de Razer Raiju. Weten we hoe we het uitspreken? Raiju? Raiju volgens mij, oké. Okay. Het is de Razer Raiju. Ja. En daar is mee aan de gang gaan. Het is een ding van 150 euro. Dus hij is duurder dan de Nacon-controller. Ja. Maar maakt dit ook hard? Het heeft natuurlijk wel de PlayStation layout. Dat is een dingetje, want Revolution controller is natuurlijk wel. De Xbox layout. Ja, met de pookjes. Dus daar moest ik wat meer aan wennen. Maar ik moest vooral bij deze eraan wennen dat de knoppen heel erg anders aanvoelen. En. Het heeft bij mij echt wat meer tijd gekost om er goed aan te wennen. Maar het blijft alsnog wel een aardige controle. Alleen weet ik niet of die voor 150 euro echt zo goed is. Het punt is, je hebt natuurlijk de PlayStation layout. De vier knoppen, kruisje, vierkantje, driehoekje en rondje. Die hebben een wat minder... Of die hebben eigenlijk een snellere respons. Je hoeft er maar een klein tikje in te drukken en hij reageert al. Dat is het verschil tussen de PlayStation 4 controller en ook de Nacon. Ja, maar dat hebben dus ook de trackers. Want ik herinner me dat van de Razer Wildcat. Want de Razer Wildcat is zeg maar de Razer's Pro Xbox controller. En die hebben dat een beetje geïntroduceerd destijds. Maar je kunt het ook wel een beetje horen. Ze hebben een soort van muisachtige klik. Ja, dat is het eigenlijk. Volgens mij noemt Razer het de Hype Response. Als in hyper... spons, klikjes. En dat, ik denk dat juist in de competitive scene kan dat wel weer fijn zijn. Dat je echt, want je mist nu echt een milliseconde op dat drukken van herladen of zo. Weet je al, van weet ik veel, 360 no-scopen. Het is op den duur, in shooters is het super fijn. Alleen in het menu van PlayStation is het heel irritant. Omdat je te snel soms op een knop drukt. En als je nu heb ik een aankoop gedaan. ja, bij wijze van wel. Nee, ja, maar oh, shit, serieus, zo snel kan het gaan. En in het begin is het in games ook zo wennen dat je het echt te snel indrukt. En ook de D-pad voelt heel anders. En dat... De D-pad voelt dan juist weer stroever. Ja. Dat vind ik dan wel weer heel opvallend. Razer zegt van oké, deze maken we super responsief en deze gaan een beetje wat stugger. Ja, maar, ik snap de keuze daar ook niet van. Ja, ik denk dat ze die keuze destijds met de Wildcat hebben gemaakt. En toen gedacht hebben, dit voeren we voortaan gewoon door voor al onze controllers. Ja. Maar dan vervolgens niet er echt over nadenken. Nee. Want zie je het ook dat die trackers zijn ook weer hetzelfde gedaan. Met die zilveren trackers op de achterkant. Wel hele fijne extra toetsen. Maar het feit dat ze zo super ultiem responsive zijn. Ik weet niet wat daar het nut van is. Want ik heb inderdaad, net als jij dan heel vaak, dat ik dan per ongeluk knoppen in ga drukken. Nee, het is vooral als je de controller even neerlegt, dan zijn die achterste knoppen, dat zijn ook zeg maar net als de Nacon, zijn dat de M-knoppen. Ja. Als je hem dan vooral neerlegt op je bank of zo, of op je stoel. Oh, dan automatisch, Dan druk je iets in. Dan heb je echt zoiets van, wat de fuck gebeurt er? daar moet je wel mee opletten, want ja, goed, je kan natuurlijk profielen instellen. En soms is een knop in een shooter bijvoorbeeld automatisch granaat gooien of automatisch schieten. Oh, ja, dus ik had op een gegeven moment echt zoiets, ik leg hem neer en er gebeurt echt iets op het scherm. En ik denk, wat? Kut, ik gooi hem op tieren. maar het mooie is, de controller wordt ook geleverd met een kleine schroevendraaier. Oh ja, dan kun je zeggen. Je kan de knoppen eraf draaien en dan kun je esthetische dingetjes in doen. Dat er wel mooi uitziet, maar Dat het geen knoppen zijn. Dus dat je ze dichtvouwt. Ja, gewoon covers zeg maar. Maar dat kan alleen met de M1 en de M2 geloof ik dan. Want de M3, M4. Oh, M3 en M4. De bovenste niet. Ja, je hebt extra triggers en je hebt extra bumpers. En dat vind ik dan wel weer op zich fijn dat ze daar een verschil in maken. Want je ziet bijvoorbeeld met de Nacon-controller dat gewoon alle vier de M-knoppen zitten allemaal achterop. En niet op de bovenkant of zo. Ik vind het wel weer fijn dat er iets meer verschil in is. Want dan heb je toch iets sneller dat je niet weer nog meer dingen fout drukt dan dat je M3 bedoelt en dan druk je M1 in ofzo. Maar je hebt alleen wel wat minder customization opties, zoals bijvoorbeeld bij de Nacon kun je ook het gewicht aanpassen, dat kan bij deze dus weer niet. Nee, hij is ook vrij log. Hij is al wel vrij log, dus dat maakt dan verder niet heel veel uit. Maar je hebt wel weer twee profielen die erin kunnen gezet worden. Ja, dat sowieso. Je hebt een knop voor een profiel. Je hebt verder ook geen software nodig om
Om hem aan te passen. Om zeg maar knoppen te remappen. Ja, want dat gaat met sneltoetsen. Ja, je hebt gewoon één knop om profiel te wisselen. Je hebt een knop om te remappen. En dan kun je zeg maar, als je wil remappen, dan druk je eerst de knop in die je wil aanpassen. En dan de knop voor welke functie. Dus ja. Bijvoorbeeld, je wil de achterste voor springen. Nou, springen is meestal kruisje. Nou, dan kun je bijvoorbeeld remap op kruisje en dan... Ja, dan heb je met drie toetsen indrukken, remap je een knop. Ja, want ik dacht in het begin, ik pakte pas later de gebruiksaanleiding erbij. Zoals elke man doet. Ik denk, ja, ik moet het net als met de Nacon of net als met heel veel andere producten, moet je het met software doen. Maar ik kon geen software vinden. Ik denk, nou, misschien werkt het bij de Razer Synapse, want daar had ik toevallig wel een profiel van. Dus ik inloggen. Maar het is alleen maar voor een toetsenbord. En dus ik in die handleiding kijk en daar stond de zin van, nou, gewoon remap knop. Ik denk, dus het is best wel een handig systeem dat als je hem hebt aangesloten, gewoon op je PlayStation 4, dat je hem eigenlijk in-game gewoon kan remappen. Maar dat is best wel chill. Ja, want dat heeft Nacon dus weer niet. Want bij Nacon is het nog altijd, als jij iets wil veranderen, bijvoorbeeld je kunt ook die sticks aanpassen, dead zones voor de triggers en dergelijke. Maar dan is het dus, dan moet je dus echt naar een PC toe gaan, hem daarop aansluiten, veranderen en dan weer terug naar je PlayStation. Dus dan vind ik het op zich wel weer netjes dat je op zijn minst het remappen van knoppen gewoon even heel gemakkelijk vanuit de controller zelf kan doen. Het verschil daarin is dat natuurlijk met die, als je de software bij hebt, dat het drie keer zo uitgebreid is. Ja, hier kun je dus niet de dead zones en dergelijke inpassen. Nee, precies. Met die andere controller kun je dus echt alles aanpassen. De dead zone van de, hoe heet dat? Van de triggers. Van de triggers. Inderdaad, de responsiveness van die pookjes en zo. Ja, alles. Van één pookje kon je aanpassen. Je kan het gewicht, nou goed, dan wel handmatig aanpassen. Maar daar heb je zoveel mogelijkheden mee. En met die Nacon heb je ook vier profielen. En hier heb je eigenlijk maar twee profielen die je kan toewijzen. En dan heb je ook nog een knop als je de... volgens mij de remap-knop een paar seconden inhoudt, dan zet je hem terug op default, zeg maar. Oh, ja, ja. Dus het is inderdaad heel, heel handig dat je met een paar drukken op de knop, dat je even een profiel kan aanpassen. En dat je het gewoon, als je van game switcht of als je het even niet lekker vindt, dan kun je het zo snel, kun je het naar eigen wens aanpassen. Maar vervolgens niet zo enorm veel zoals de concurrent kan. En die concurrent is ook goedkoper. Dus dat ik denk dat heel veel mensen dan toch al heel snel naar die Nacon toe lopen en deze passeren. Behalve natuurlijk het ding dat deze wel de PlayStation layout heeft. Ja, dat maar waarschijnlijk wel heel veel Sony-ponies vinden dat natuurlijk wel zo. Ik was in dat opzicht aan deze wel sneller gewend. Ja. Omdat inderdaad die layout bij die Nacon zat ik soms echt te kutten tussen Poki en de D-pad. Dit hoort niet. Nee, precies. Dat was best wel ongemakkelijk af en toe. Maar nee, verder het is echt wel een prima controle. Zeker als je een profiel instelt met fijne instellingen, zeker voor shooters, is het heel fijn. Maar ook best wel met race games. Ik heb hem onlangs nog met Dirt 4 getest. Oh ja. En eigenlijk is dan de trigger is... Ja, het voelt net wat... hij heeft eigenlijk al standaard een wat betere dead zone dan de PlayStation 4 controller, waardoor je ook wat geleidelijker gas kan geven. Oh, kijk, dat is wel beter. Dat is wel heel erg fijn. In dat opzicht... Het is een vooruitgang op de DualShock 4, neem ik aan. Alleen, legt hij het af tegen de Nacon? Dat is toch wel de grote vraag. Hij is €40 duurder. Minder opties eigenlijk. Ik zou hem dan zeggen dat ik vind hem in de body wel weer mooier. Maar goed, ik ben dan ook een beetje Razer fanboy, dus dan krijg je dat. Maar zou je zeggen, voor €40 meer is dat het waard? Als je dan toch een pro-controller wil? Of zeg je nou, pak gewoon lekker die Nacon-controller? Ja, sowieso is het natuurlijk... Wil je een van de pro-controllers kopen... Het is echt voor mensen die competitief willen spelen. En veel gamen, zeg maar. Het is vooral heel goed voor shooters... en voor fighters meestal ook natuurlijk. Voor €40, ik vind het toch jammer dat er net iets minder opties in zitten. Ja, vooral ook dat je hem niet kan tweaken zoals Nee, je kan hem inderdaad niet... geen software niet de body tweaken, je hebt niet de software. Het voordeel is wel dat je even snel die profielen aan kan maken. Maar ik denk dat, zeker als jij wat meer pro-gamer bent... dat je dan ook wel wat meer moeite wil doen. Dan wil je ook wel in je PC lopen. Precies, dan wil je ook wel de controle net wat meer tweaken en net wat meer profielen. En gewoon echt zo tweaken zoals jij het wil. En dat doen ze met deze niet. Misschien dat ze met deze gewoon wat meer basic wilden houden. Maar voor die €40 meer vind ik het toch wel zonde dat ze niet... even die extra opties erbij doen. Misschien komt er gewoon wel weer een nieuwe versie dat ze dat wel gaan doen. Dat mag je dan hopen, want je zegt basic houden, maar ik vind €40 bovenop vind ik niet basic, zeg maar. Het is €150. Dan kun je wel zeggen, ze willen het basic houden. Voor €150 wil je niks basics. Dan wil je gewoon alle kanten op kunnen tweaken. Precies. En dat doet de concurrent
denk ik dan gewoon beter. Ja, ja zeker. En het punt is ook, de controller was natuurlijk voor ons al gebruikt. En dan merk je wel aan de extra knoppen dat die al een beetje toch wel een beetje ja, behoorlijk gebruikt zijn. Dus ja, ik weet niet hoe lang dat volhoudt. Maar ja, goed, verder zit alles erop. Je moet hem wel met een kabel aan je PlayStation 4 koppelen. Dat is, dus het is wel een pro-controller, ja. Moet dat. Een pro-controller moet altijd een kabel hebben. Het is ook wel een lange kabel, dat is wel heel fijn. Je hebt natuurlijk gewoon een 3,5 mm jack voor je headset. Het is netjes, het heeft alles wat het moet hebben. Precies, je kan je volume ook aanpassen van je headset. De microfoon kun je muten. Dus weet je, het zit er allemaal wel op en aan. Het is alleen net iets meer beperkt dan de Nacon. Ja goed, je hebt voor de pokies heb je ook wel weer wat van die rubbertjes. Rubberen goed, die kun je AliExpress kun je die kopen voor een euro. Weet je, het is wel leuk dat het erbij zit. Ja. Maar voor die 40 euro meer, ja, ik vind het lastig. Dan, mijn voorkeur gaat dan wel toch richting de Nacon. Ja. Omdat die net wat meer opties heeft. En dus een tikje goedkoper is. Volgens mij is dat ook de algehele impressie die iedereen heeft. Want je hoort ook echt dat iedereen die Nacon fantastisch vindt en bij Razer Raiju gaat. Zo van, ja, kan wel. Ja. Maar het is, ja, misschien delf je toch een klein beetje het onderspit. Ik ben benieuwd naar de wezenlijke verkoop ervan. Weet je, precies, of hoe ze echt tegen elkaar opweken. Want Sony heeft natuurlijk nog steeds geen pro-controle vanuit zichzelf. Nee, dat dus gaan ze ook niet doen. Denk ik. Nee, ja, dus het zijn deze twee partijen die tegen elkaar op moeten nemen. Maar goed, ja, het is een tof begin. Ik ben blij dat in ieder geval wel andere. Ja, professionele controllers zijn, want er zijn natuurlijk wel meerdere derde partij controllers. Maar vaak goedkoper zijn dan de DualShock 4 natuurlijk. Ja, maar dat is ook een dingetje. Sony geeft maar beperkte licenties uit. Ja, en Sony heeft ook maar twee licenties eruit gestuurd voor Nacon en voor Razer. Dus dit zijn letterlijk de enige partijen die een pro-controller hebben. Ja, goed. Voor het begin is het prima. Ik hoop dat ze in de toekomst met nog een controller komen. Gewoon met meer opties. Software zou fijn zijn. Software inderdaad, want hij is op je PC te gebruiken. Hij is gewoon met Steam games te gebruiken. Oh, okay. Er zit wel een enkele beperking aan dat er zijn natuurlijk games die geen derde partij controllers of niet alle derde partij controllers ondersteunen. Krijg dus je vooral dat? Niet Steam games. Die hebben iets meer moeite, maar je kan hem wel voor heel veel PC games gewoon gebruiken en dat is wel een extra leuk dingetje dat er gewoon bij hoort. Oké. Algehele conclusie is dus, Nacon is waarschijnlijk net iets meer waar voor je geld, zou je kunnen zeggen. Maar Razer heeft een goede eerste poging gedaan. Zeker. En de volgende keer mogen ze voor dezelfde prijs meer leveren. En mocht je er meer van willen weten, je mag altijd vragen stellen hier in de comments. En natuurlijk klik ook even door naar de Nacon review. Want die hebben we ook uitgebreid gereviewd. En ja, hier komt ook een geschreven review van de Razer Raiju. Maar stiekem zegt Daan dus eigenlijk gewoon van, als je dan toch een pro-controller wil, ga lekker voor de concurrent. Ja. Nacon. Nee, ik zeg altijd Nacon of Nacon, maar ik vind Nacon klinkt vies of zo. Razer, Razer. Ja, Razer. De Razer, Raiju. Raiju? Raiju. Mooi ding, maar nee. dat was het voor Games at Gear deze week, jongens. Dit was Daniel, ik ben Tom. Tot snel. En of een andere keer op gamesnet.nl. Mag allemaal. Laat iets weten in de comments wat je ervan vindt. Cheers. Ik wil Sony-ponies horen flippen van, ja, deze zijn beter, want de controller, de stick zit op de juiste plek. PlayStation. PlayStation. We over at PlayStation.